Goedemorgen. Het is vandaag. Mijn Apple Watch was leeg en ik heb hem niet opgeladen. En dat is altijd de manier waarop ik weet. Ah, hier ligt mijn telefoon. Donderdag 9 februari. En ik heb super slecht geslapen. En ik geef het zwemmen de schuld. Omdat ik dus overdag ben gaan zwemmen. Want ik was gewoon niet moe. Dus ik lag heel lang wakker. En ik heb ook niet, voor mijn gevoel, niet in diepe slaap gelegen. Vandaag had ik eigenlijk iets spannends op de planning. Iets waar ik misschien niet echt tegenop keek, want ik stond er wel heel erg achter, maar waar ik lang over na heb gedacht. Oeh, wat maak ik dit spannend. Ik kreeg het boek. Nou, dit is wel grappig. Ik ga het even laten zien. En toen ik dat boek kreeg, toen dacht ik. Oh, hij ligt hier. Ik wou zeggen, hij lag gisteren nog op de droom, maar ik heb hem hier neergelegd. De anticonceptiebijbel. Nou, die heeft een tijdje bij mij op de bank gelegen. Ik heb daar een tijdje doorheen gekeken. Nou, omdat ik het ook wel interessant vond. Ik ben natuurlijk gestopt met de pil zo'n 1,5 jaar geleden, denk ik. Misschien bijna 2 jaar. En daarna gebruikte ik condooms. Ik zat in een relatie. Het leven is heel erg veranderd. Ik dacht, ik wil wel eens onderzoeken dat. Vooral, laten we wel wezen, als ik veilig wil zijn en ik wil geen hormonen meer, hoe wil ik dat dan doen? Laat ik je in eerste instantie zeggen, ik ben pandapunten aan het sparen. Ik heb nooit de behoefte gehad voor one night stands of dat soort dingen. Ik heb heel erg het vertrouwen tussen iemand nodig om verdere stap te zetten. En laten we vooropstellen dat je in eerste instantie natuurlijk ook altijd condooms gebruikt, zodat je zeker weet dat je alle twee SOA vrij bent. Dus het is niet zozeer dat ik nou een soort van ieder weekend iemand mee naar huis wil nemen. Want als ik dat zou doen, dan zou ik gewoon een condoom gebruiken. Maar het is meer dat ik echt denk: oké, de komende jaren zit er waarschijnlijk voor mij geen zwangerschap in. Want zelfs al zou ik morgen de liefde van mijn leven tegenkomen. Gaan er maanden overheen voordat je daarover na gaat denken. En als ik in een vaste relatie zit, dat heb ik wel gemerkt, vind ik condooms gewoon eigenlijk niet sexy en heel erg de sfeer verpesten. Dus ik dacht, ik heb de verloskundige gebeld in Veenendaal en die ga je dan helpen. Nou, ik had dit natuurlijk al gelezen, dus ik wist eigenlijk al wel een beetje wat ik wilde. Maar zij heeft mij helemaal er doorheen geloodst en vragen gesteld. Toen zei ze, ja, ik denk dat we uitkomen op de koperspiraal. De koperspiraal, de koper werkt dus als een. Je kan dit het best even opzoeken of je verloskundige bellen. Maar in ieder geval, de koper zorgt ervoor dat sperma niet functioneert. Of niet in. Ik weet niet welk woord ik moet gebruiken. Afbreekt, niet. Niet dat, dood, weet ik niet. Maar iets in die richting. En daarnaast heb je natuurlijk het spiraaltje wat in je baarmoeder zit. Maar er worden geen hormonen losgelaten. En dat vond ik heel belangrijk. Dus toen ik hun gebeld heb, toen zei zij: dan gaan wij een afspraak maken. En wij plaatsen hem omdat jij nog nooit een zwangerschap of een bevalling hebt gehad tijdens je menstruatie. 1. Omdat dan alles iets wijder is. Dus het is voor ons makkelijker. En 2. Het doet jou minder pijn. Wanneer is je menstruatie? Nou, die zou dus eigenlijk afgelopen zondag doorgekomen moeten zijn. En die is niet gekomen. En dus ik bel haar dinsdag. Ik zeg, ja, ik heb een beetje lichte paniek. Want ik ben nog niet ongesteld. Dan had ik wel moeten zijn. En toen zei ze, doe even een zwangerschapstestje. Toen zei ik, dat hoeft niet. Want ik weet zeker dat dat geen optie is. Ze zegt, nou, dat is fijn. In dat geval denk je er waarschijnlijk te hard over na. En dan, hè, kun je het tegenhouden. En toen dacht ik al van, ja, dat is 100% wat ik aan het doen ben. Want eigenlijk de laatste maanden. Ben ik super constant, kan ik echt de dag erop gelijk zetten. Dus toen zei ze, laat het los en dan komt het wel goed. Dan is het niet gekomen. Dus ik heb haar zojuist gebeld en ze zei, nog steeds niet. Ik zeg, nee, sorry. Ze zegt, dat geeft toch niks. Ze zegt, wij spreken af dat jij belt wanneer je het wel bent geworden. En dan gaan we kijken of we een afspraak in kunnen plannen. Dus, niks aan de hand. Maar dat betekent wel dat ik vandaag even een andere dag heb. Hij ligt hier ook echt, dit is hem. De T-safe, want je moet hem dus zelf meenemen. Zelf ophalen bij de apotheek. Ik had vandaag verder helemaal vrij gepland. Omdat je dus heel vaak hoort dat mensen echt, vrouwen die hem laten plaatsen, heel veel pijn hebben.
En heel veel krampen. En dat het, nou ja, de een vindt het moeilijker dan de ander. Maar ik dacht, ik ga er maar vanuit dat het gewoon echt verschrikkelijk is. En dat ik de hele dag op de bank moet liggen. Nu heb ik ineens een hele vrije dag. Of ik moet ineens toch ongesteld worden over 2 minuten, weet je wel. Dat ik net gebeld heb en dat ik het nu word. Nee, maar ik vind het moeilijk, want ik had gisteren met mijn moeder over. En toen zei ik ook, ik voel het wel een soort van, maar ja, het is er niet. Ik heb ook gisteren, het was eergisteren zelfs, heb ik de hele dag ook een beetje kramp gehad. Dat ik dacht, wat zijn mijn hersenen voor spelletje met mij aan het uitspelen. Dus in ieder geval, ik zal jullie wel een beetje meenemen in het proces. En mocht de dag komen, nou, dan ga ik natuurlijk uitgebreid kijken en delen hoe ik het vind. Maar voor vandaag even niet. Dus ja, dit was een 6 minuten uitleg over hoe ik... Trappy, die plant heeft ook gevoel. Vandaag geen spiraal laat zetten. Ik krijg zojuist een telefoontje van een verloskundige. Die zegt, ik heb er in principe geen problemen mee om het te doen terwijl jij niet ongesteld bent. Maar ik wil even kijken hoe jij daarnaar kijkt. Dus toen dacht ik... ik had daar niet zo echt over nagedacht. Ze zei van ja, ze zegt, het is vooral dat het minder soepel is voor de ene bek. Dit is voor mannen echt too much information, maar je gaat het nu krijgen. Ze zegt, maar verder maakt het op zich voor jou niet heel veel verschil. Het wordt aangeraden om 1 uur van tevoren 2 paracetamol te nemen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu 3 of 2 jaar geleden, weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik denk zelfs 3 jaar geleden, problemen gehad met mijn baarmoeder. En toen heb ik er echt 30 eendenbekken in gehad. En ja, nooit moeite mee gehad. Dus als het daarom gaat, dan zeg ik, laten we het gewoon doen. En als ik doodga van de pijn, dan horen jullie het later. En dan weten jullie gelijk dat je het niet moet doen. Ja, ik weet zo niet zo goed wat ik me van voor moet stellen. En ik heb daar ook al zoveel pijn ervaren toen die tijd, toen ik dat wondje had wat bevroren moest worden. Dat denk ik, ja, ik kan dit ook wel aan. Ik zou niet weten waarom niet. Dus, 3:15 gaan we het toch doen vandaag. Even omschakeling. Wat betekent dat mijn planning er toch weer anders uitziet. Maar het maakt op zich niet uit. Ik heb me in ieder geval klaargemaakt, want ik wil een extra video op gaan nemen. Dus dat ga ik dan nu wel gewoon doen. Want ik dacht, daar heb ik nu tijd voor. En die heb ik nog steeds. Ja, die heb ik nog steeds. Dus dat ga ik dan nu doen. En dan... Ik ben dan wel ineens een beetje zenuwachtig. Daar gaan we dan. Ik weet niet waarom ik dit gedaan heb. Want het was absoluut niet de meest verstandige beslissing. Maar ik ben even naar ervaringen gaan googlen. De tang komt vooral voor als het probleem. Er wordt zeg maar, je wordt geopend, dan wordt er met een tang een soort van dikte gevoeld en wordt je baarmoederwand gegrepen. En dat schijnt pijnlijk te zijn. Ik had dit echt niet moeten doen. Ik weet niet waarom ik dit gedaan heb. Want ik zit mezelf helemaal op te vreten. Maar wat ik zeg is wel echt ook waar. Het is zo wisselend. De een die zegt, nou, ik vond echt niks aan. En de ander zegt, het was echt de meest pijnlijke procedure, behandeling die ik ooit, dingen dat ik ooit heb gedaan. Er is geen weg terug. En ik vind dit nog steeds de meest verstandige beslissing. Dus there we go. I did it. Nou jongens, echt. Ik kan je echt zeggen. Ik zou dit nu nog 20 keer kunnen doen. Ik ga echt met veel meer liefde hier naartoe dan naar de tandarts. Tandsteen verwijderen doet meer zeer. Echt waar. En dan weet ik natuurlijk niet zeker of ik geluk heb. Maar zij zei ook. Super aardige vrouw. Ik denk ook eigenlijk mijn leeftijd, verloskundige. Zij zegt, ja, de meeste horrorverhalen komen van de huisarts. Ze zeggen, wij zijn hier zo in gespecialiseerd en het is millimeterwerk, maar wij weten zo goed wat we doen. Nou, en
Zij geeft ook precies aan wat ze doet. Dat is ook zo fijn. Dus op een gegeven moment zegt ze, ik ga nu met de tang je baarmoederwand vasthouden. Voel je even een prikje en daarna waarschijnlijk wat krampen. Was letterlijk zo. Maar dat prikje, ik zweer je, is minder pijnlijk dan wanneer je tandvlees aan gort wordt gerukt door die boor. En luttele seconden. Ik denk dat ik 3 seconden even kramp had, was het weer weg. Nou, dan kwam het volgende en dan zei ze, je krijgt nu weer even krampen. Nou, dan was het weer echt. Ik denk dat ik in totaal nog geen 15 seconden krampen heb gehad. Nou, en dan zegt ze er wel bij, het kan zijn dat die krampen nu gedurende de dag nog komen. Ze zei ook, het kan zijn dat dit ook het begin van je menstruatie is, dat dit precies de... Maar ze zei, ik zie nog niks. Ik zie echt nog totaal geen idee dat je menstruatie er nu aankomt. En de eerste 5 tot 6 maanden zijn tussenbloedingen dus ook normaal. En ze doet dus een echo. Ze zegt, heb je vast nog nooit gehad? Ik zeg, een inwendige echo wel, maar niet zo op deze manier. Maar ja, het was echt heel aardig. En ja, ik kan het niet eens echt pijn noemen. Want ik bedoel, ja, krampen, dat kent iedere vrouw wel. En ze waren absoluut niet erger dan een normale kramp die ik... Ik heb niet heel veel last van krampen, vaak alleen de eerste dag wat. Nou, daar leek dit precies op. En nu voel ik niks. Echt niks. Dus... ja, wie weet komt het nog. Ik hou jullie op de hoogte. Maar wat ik ga doen... ik ga mijn auto wassen. Want... deze meid... die begint haar leven helemaal bereikje te krijgen, merk je het? Heeft namelijk niet alleen een nieuw bed besteld. Die is ook gaan zoeken naar een nieuwe auto. Want ik zei het en ik wil het. En morgen ga ik met mijn vader bij een auto kijken. En ik heb ook gelijk gevraagd, kan ik deze inwisselen? Want dat vind ik gewoon zelf het makkelijkst en dat kan. Maar ja, hij is al een tijdje niet gewassen. Dus ik dacht, laat ik hem voor de gelegenheid even wassen en uitzuigen. Ook als ik dan uiteindelijk daar kom en ik denk, oh nee, dit is hem niet. Heb ik gewoon een lekkere schone auto. En anders ziet hij er natuurlijk gewoon nog net even iets beter uit. En hey, we moeten de prijs natuurlijk een beetje spekken als het kan. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ik dacht, ik doe het alleen eens goed voor me. Ik voel echt letterlijk niks. Jongens, dit is echt... ik was ook heel snel weer buiten. Echt. Oh man, dat ik me hier zenuwachtig om heb gemaakt. Ik wil zeggen dat ik dit autootje echt intens ga missen als ik hem ga verkopen. Ja, ik weet, dit slaat nergens op. Maar ik heb dus echt een emotionele band zo met spullen. En met mijn auto misschien wel... nou ja, ik weet niet. Ik hou van deze auto. Ik heb zoveel in deze auto meegemaakt. I can't. Ik ga hem echt heel erg missen. Maar ik ben ook echt heel erg toe aan de volgende. Dus het is heel dubbel. Maar ja, love it. Forever. Ik ben ondertussen al een tijdje gewoon lekker op de bank. Gaan het genieten van een serietje. En ik merk het wel. Je kan het niet echt krampen noemen. Maar het is alsof je constant spanning hebt. Alsof het wel, zeg maar... onder druk staat, maar het zijn geen krampen. Dus het is ook niet echt pijn, het is meer irritant. Het gevoel dat je niet echt kan ontspannen. Zo zou ik het een beetje omschrijven. Maar ik vergeet het ook, zeg maar. Als ik gewoon lekker in die serie zit, vergeet ik het. Totaal. Dus ja, ik voel me hartstikke goed. Ik heb even een pastaatje uit de vriezer gehaald, want die had ik daar nog in liggen. En ik dacht, ik ga lekker niet koken. Die ga ik lekker niet doen. Daar ga ik lekker van genieten. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb mezelf een vrije dag ingepland hiervoor. Dus ik ga het daar ook gewoon goed van nemen. Ik ga vanavond wel lekker zwemmen. Want ik heb volledig het gevoel dat ik dat aan kan. En het is maar een half uurtje. En daar heb ik ook echt heel erg zin in. En mee gaat ook gezellig mee. Maar verder... ja, het valt me zo mee, jongens. Ik heb me echt voorgesteld dat ik krimperend op de bank zou liggen, maar niets is minder waar. Zo, dames en heren. Dat was weer een uurtje. Ik heb een half uurtje met hem meegedaan, want die had vanavond nog schoktherapie. Ja, zo noem ik het. Dat is het niet. Zij doet bodytech en dat is een soort van... ga je een nat pak en dan krijg je stroomschootjes en daardoor spannen je spieren aan. En kun je in 20 minuten een workout sessie van 3 uur nabootsen. Ik vind het heftig. Ze zei, ga mee. Misschien mag het wel proberen. Ik zei, stroom, lijf, spiraal. Ik zeg, nee, ik denk niet dat het iets voor mij is. Ik zeg, ik doe het even lekker niet. Maar toen zij wegging, dacht ik, ga nog wel lekker een half uurtje door.
Want ik heb al 2 weken niet alleen gezwommen. En dat vind ik op zich helemaal niet erg hoor. Want ik vind het met hun net zo leuk. Wat meester zei ook. Zij is weg en jij gaat echt ineens. Joem. Ga naar de snelle baan. Doe het nou gewoon. Dat zegt hij wel vaker. Maar ik ben gewoon eigenwijs. Dus nu deed ik het. Ik ging naar de snelle baan. En die ging zoef. Alsof niks was. En ja, het was echt lekker. Ik was zelfs... Op sommige momenten moest ik me inhouden. Dus ik was sneller dan de snelle persoon voor mij. Dat was echt genieten. En ik voel me echt goed. In het water heb je sowieso nergens last van. Dan is het... Ja, ieder pijntje wat je in je lijf hebt verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Dat is zo lekker van zwemmen. En nu heb ik weer... Wel minder nog dan vanmiddag. Maar wel weer een beetje dat... Spanninggevoel. Oh, ik ben zo moe. Ik ga zo lekker slapen. Ik had mijn scrunchie nog. Even bij mijn handdoek. En dan nog even lekker chocomel drinken. Daar heb ik ook zin in. 9:10. Lekker jongens. Ik kan raden wie er weer volledig gedoucht, ingedraaid, schoon in bed ligt. Ik. Ik ben kapot. En ik ga er lekker aan toegeven. Ik ga nog een beetje TikToks kijken. Ik ga gewoon relaxen. En dan denk ik dat ik... ik hoop binnen een half uurtje slaap. Ik zit ineens te denken... Misschien moet ik deze aan de oplader leggen. Oh nee, 77%. En deze 13, oké. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.